hele goede morgen. Let niet op mijn haar, want ik ga het weer zo plat naar achteren doen. En omdat ik het gisteren ook had, is mijn haar dus helemaal plat. Echt grappig. Het is vandaag zaterdag. En ik ben me eigenlijk heel snel aan het klaarmaken, want ik moest binnen 10 minuten klaar zijn. Want Nesim gaat me zo ophalen en we gaan samen lunchen. Dus ja, dat is een beetje de planning. Ik ga mijn haar weer helemaal plat maken. En eigenlijk ook vandaag heel graag weer krullen. Omdat ik het zo lang alweer niet heb gehad. Maar omdat ik dus geen tijd heb en binnen 10 minuten klaar moet zijn, ga ik dat helaas niet meer redden. En heb ik maar weer besloten voor een knotje te gaan. Wat ik overigens ook echt super mooi vind. Ja, sommige looks, bij sommige outfits vind ik het echt zo mooi. Alleen ja, ik mis mijn krullen gewoon heel erg. En aangezien het de vorige keer aan één kant niet wou zitten, heb ik besloten om vandaag eens weer haarlak op te doen. Gewoon even heel veel, want deze kant wil echt niet zitten. Dan moet ik wel echt vanavond douchen. Anders krijg ik echt klit over mijn hele haar. Love it. Ik vind het echt zo'n fantastische, makkelijke look. Oké, even kijken welke oefening ik in ga doen. Ik heb letterlijk nog 3 minuten, maar ik ga het echt wel redden. Let op. Ik ga vandaag voor deze oorbellen. Lekker gemakkelijk, zwarte trui. Joggingsbroekje, huppakee. Doe op. Als parfum, Gucci Bloom, doe ik gewoon eentje zo, nou 2. En wat ik daarna doe, want deze is echt heel erg sterk, wordt daarna pas zachter. Ik doe gewoon, ik mix het. En heel veel mensen gaan het raar vinden, maar ik mix parfums vaak. Met Narciso. En ik vind deze twee geuren echt goed op elkaar reageren. Misschien hebben mensen echt denken van, wat de fuck ben je aan, doe je verpest de hele geur. En daaronder mijn Burberry schoenen. Oh, ik vind deze echt zo tof, totaal geen spijt van. Ik ben net klaar en Nesim heeft me net gebeld dat hij voor de deur staat. Dus hoe snel ben ik, jongens? Kaars uit. Ja. Oh, Nina, dat is zo grappig. Ik wil het echt laten zien voordat ik ben. Ah, zo lief. Die zijn allebei zo lief. Oh, doei. Mijn outfit zat echt helemaal nergens op. Maar oké. Ik ben inmiddels met Nesim. En wat doe jij nou? Moet ik je een box geven? Nee. Pas op dan. Gewoon. Oké. Ja, precies. En hij twijfelde of hij naar de training moest gaan. En dan zegt hij tegen mij, ja, bij twijfel, wat zou je zijn dan? Twijfel is gelijk aan angst. Twijfel is gelijk aan angst. Waar slaat dat nou weer op? Als je twijfelt iets, dan ben je bang om te falen. Je bent bang om... Jij lag in je bed, je wou gewoon niet trainen. En ja, nou? Jij wou gewoon in je bed liggen. Dus dan heb je dus geen angst. Jawel, dus mijn angst was om te gaan. Ik was bang om te gaan, want ik dacht van ja, dan ben ik, word ik moe en ik heb geen zin. Ik heb te weinig geslapen. Oh ja. Snap je? Ja, heel goed. Hebben we weer een podcast geluisterd? Dus nooit twijfelen, gewoon doen. Hebben we een podcast geluisterd? Podcast? Dag. In ieder geval, wij zijn onderweg naar Happy Italy. Daar gaan we even een salaris halen en meenemen naar kantoor. En ja, dat is eigenlijk de planning een beetje. Wat? Ga je naar Valswinkel? Oh, naar de karabaswinkel, oké. Wat ik wil vertellen is, ik heb vandaag denk ik voor de tweede keer deze armband om. Toen ik deze armband kocht, kijk, hij zit nu echt zo. En hij zakt dus naar beneden. Toen ik deze kocht, was die echt zo strak bij mijn pols. Niet normaal, alleen daarom al wou ik hem dus eigenlijk nooit om. Maar nu zit hij echt lekker losjes. Dat gaat echt snel, jongens. Ik ben er echt heel blij mee. We staan inmiddels bij, oh wat is dit, Happy Italy en ik zit in de auto te wachten op Nesim. En hij is de bestelling aan het doen. Ik heb Caesar salad besteld, zonnebrood en croutons. En die is echt super lekker en hij vult echt heel erg goed. En Nesim neemt gewoon pasta. Ik kreeg laatst een vraag onder mijn vlog van waar dus deze bril is en deze bril. Is van Gucci en die heb ik gescoord bij het outlet in Roermond.
En ik vind deze ook echt heel erg tof. Heel weinig mensen hebben deze, dus dat vind ik hem nog leuker. Maar ik ben binnenkort van plan om weer naar Roermond Outlet te gaan en nog een bril te scoren voor deze zomer. Kijk hoe schattig dit is en wat erbij staat. Kom jij op kraanvisite? Echt waar, ze lokken mij gewoon, maar ik wil niet naar de dierentuin. Maar... Oh! Is dat onze dienaar? Ja. Met hun chilled. Kan dat, denk je? Tuurlijk niet. Oh, ze zijn zo lief. Kijk dan. Ze kunnen vinden. Hoe harig en zacht. Ja, ik weet niet waarom, maar ik wil ook heel graag die grote knuffel. Als hij zeg maar, ja. Zeg maar lief is, dat je zeg maar echt zo'n grote beerknuffel. Kijk dan! We zijn nu op kantoor en wij gaan hier even aan het werk. En ik ga hier mensen zetten. Zo ziet hij trouwens uit van Happy Italy. Echt lekker. Kijk hoe lekker Nessim's eten eruit ziet. Hij heeft dus die pasta met tonijn en garnalen. Oh my god. Het ruikt ook zo lekker. Mij dan wel, dat zijn zo verliefd zijn en van dat, gewoon, dat geweld met, niet wordt geweigerd als je, kijk, ik weet Dennis zeker, Schouten? Als ik ja, in, een hele nare uitspraak zou doen, het is best wel interessant, jullie moeten echt even kijken. Allah of Mohammed, dat als ik dat nou zou doen. We zijn net weg bij het kantoor en we zijn nu in Rotterdam-West en Nessim gaat nu een carnavalspak halen. Jongens, ik ben optreden aan het geven natuurlijk en het is carnaval. Ik wil gewoon even iets leuks aan doen. Dus ik ben benieuwd wat voor pak die gaat halen, maar nee, dat gaat me helpen. Lachen. Ja, dat wordt echt lachen. Dit is echt mijn ergste nachtmerrie. Hier was ik vroeger zo bang voor. Oh my god. Wij zijn bij Zo Overbelicht. Winkel nummer 2. Althans, stink ik. Nee. Oké. Okay. Ik ga helemaal stuk. Kijk wat Nessim gaat passen. Superman pak. Leuk hoor. La. Mooi hoor. Oh. Dat is een emmertje dit. Ja. Ze vallen echt groot. Heb je er ook een kleinere van, denk ik? Nee, emmertje is het kleinste daarvan wat ik heb. Mooi hoor. Hallo. Even een foto maken hoor. Mooi hoor. Kom maar. We zijn net klaar. Wij hebben voor Nessie een Superman pak gehaald. Voor Cube en Batman, hè? Ja. Ja, een Batman pak. En voor Anish, zeg maar diegene die de DJ is van Supergaande. Wat voor pak heeft Anish? Hoe heet zo'n ding? Hij lijkt op een bierfles. Hij is echt lelijk. Die pak is echt lelijk. Maar Nessie vond het wel goed bij Anish pakken. Passen. Dag. Oh, eindelijk. Ik heb dus mijn pakketje binnen van Zara Home. En ik ben echt zo blij met deze bestelling. Ik kan echt niet wachten om het open te doen. Ik ben echt zo benieuwd of ik het net zo mooi vind als op de site. Oh, hij is echt cute. Ik had zo'n heel mooie bronzen spiegelachtige dienblad gekocht. Echt grappig, want ik had hem eigenlijk veel kleiner verwacht. Maar hij is gewoon vet groot. Nog beter gewoon. Ah, oh, kijk hoe cute het is geworden. Ik had het echt niet verwacht, maar ik vind het echt vet mooi. Ah, mijn huisje wordt echt steeds leuker. Dit ziet er toch echt mooi uit, jongens. Ik ben hier echt zo blij mee. Ik ga maken broccoli, bloemkool, asperges met zalm. De laatste tijd eten we echt zoveel zalm, niet normaal. Zo, eten is klaar. Ik heb hier echt zoveel zin in. Niet normaal. Ik heb net heerlijk gedoucht. Dat was echt zwaar nodig. Ik vind altijd na het koken vind ik mezelf echt zo goor. Dat ik echt moet douchen. En nu ga ik even snel vaat opruimen. Er staan er mensen die de vaat doen echt gewoon leuk vinden. Want ik kijk er altijd tegenop om het te doen. Oh, wat mooi ben jij zeg. Ik ben dus net klaar. Met mijn vaat en alles. En het is toch echt zo'n heerlijk gevoel. Zeg maar even wat je van me houdt. Waarom dan? Zeg het. Ik hou van jou. Nee. Richting de camera, richting jou. En je gaat jezelf filmen en je gaat zeggen dat je gaat nu je liefde aan mij. Kijk jongens, ik zie er zo uit. Deze plukje zo. Okay. Jongens, één keer in de zoveel tijd. Ik hou van tijd. Jou. Nee, wacht even, ik wil iets uitleggen. Ja. Eén keer in de zoveel tijd moeten wij onze liefde verklaren aan elkaar. En dan moeten we zeg maar, dan zeggen we oké, Mirjam, je moet nu je liefde aan mij verklaren. Dan moet je zeg maar een hele ode aan de persoon. Dus nu op beeld, yalla. Ja,
mij zien we zijn al zoveel jaar samen. Ja. Je bent zo lief voor mij. Dat klopt. En we gaan zo vaak lekker samen weg. Dat is leuk. We zijn zo avontuurlijk. Maatje. En zo'n beetje gekkies. En daarom hou ik van jou. Dank ik hou wel. Van jou. Nu nee, jij. Nee. Dat weet ik niet. Het is altijd één kant eerst. Jij moet het op een ander moment aan mij een keer vragen. Oké, morgen. Oké, jongens. Wat ik nu ga doen is lekker een theetje zetten voor mezelf. Ik ga, als Nessie zo weggaat, want ik wil nu even nog niks doen, ga ik even editen. En dan loop ik weer even voor met mijn vlogs. En voor de rest niks. Dus ik ga hier ook gelijk mijn vlog afsluiten nu Nessie er nog is. Dus zeg maar iets leuks tegen mijn kijkers. Iets leuks. Ik hoop dat je deze vlog leuk vinden. Oh, is het einde van de vlog? Weer. Ja. Oh. Ik hoop dat je deze vlog leuk vond. Dinar is, ga je het zeggen over Dinar? Ik weet het niet meer. Oké, laat maar. Doei.